Kenny Tete is de man centraal achterin bij Jong Ajax. Samen met Damien van Brugge. En meteen het doorjagen. En dat moet daar opgepast worden. En wordt deze afgefloten. Nou, dat is wel heel knap. En wat is er dan mis met deze treffer? Nou, dan zou hij hands moeten hebben gemaakt. Ik denk dat die bal op de borst is. En ik denk dat Jong PSV hier meteen al een geldige treffer wordt. Onthouden, ja, geeft het hier ook aan. Rietsmaier. Oh, wat een heerlijke goal zeg. Wat een geweldige goal van Marcel Rietsmaier. De aanname goed met de borst. En die bal dan volerend goed laag gehouden. Onana kansloos in dit geval. En PSV nu al op een 1-0 voorsprong. De Wijs zit nog op de grond. Die heeft nog wat last. Hier raakt Jordi de Wijs geblesseerd. Maar het gaat niet goed met de Wijs, want hij staat ook niet meer op het veld nu. Het is Sventi Alberto die dus in de ploeg komt. Bal terug. Sportkleden. Nou, dan gaat het alweer mis. Rietsmaier met ruimte nu. Marcel Rietsmaier kijkt om zich heen. Niemand hier mag te volgen. Kan die dus meters maken met die bal. Steekballetjes goed naar Abel Tamata. Tamata wil hem in de verre hoek lepelen. En dan de uitstekende redding van André Onana. Corner wordt niet echt lekker verwerkt zeg. Nou. Schaars krijgt die bal niet helemaal lekker terug. Of beter gezegd helemaal niet lekker terug van William Vloed. Of William, voor mij nou Rijvloed. En dan is daar Fischer aan de andere kant. En Fischer scoort niet. Absoluut de beste kans voor Ajax in de wedstrijd tot nu toe. Victor Fischer met wat ruimte. Maar de ingreep is uitstekend van Farshad Noor. Weer een wegdraaiende bal op het hoofd daar bij Alberto. En dan in de doelmond in de draai de bal tegen de paal geschoten. En dan is daar uiteindelijk alsnog de 2-0. En die wordt gescoord door Sventi Alberto. Ajax krijgt die bal maar niet weg uit die hoekschop. Het is eigenlijk een treffer die niet uit kon blijven gezien het overwicht van PSV. De kopbal hier van Alberto. Bal op de paal. Dan is daar nog bij de paal Loof. Maar komt die bal zelfs de hele wedstrijd al iedere keer voor de voeten van een PSV'er. En kan uiteindelijk redelijk vrijstaand hier Sventi Alberto de 2-0 binnen tikken. Pas weer op tijd uit zijn doel, raakt die bal niet helemaal lekker. Fischer, het zou in één keer kunnen. Victor Fischer, als die erin gaat, is het een wereldgoal. Maar hij mikt over. Meinig. Fischer, veel aan de bal in deze wedstrijd. Dank Alai. Ja, Meinig ging aan de andere kant op. Dus kan Farshad Noor makkelijk overnemen. Rietsmaier. Noor. Ja, die durft niet zelf te schieten. Laat het aan Vloed. En die mikt in de handen van doelman André Onana. Kijk, hier inleveren van Brugge. Vloed. Steekballetje bij Kwekel. Ja, Kwekel moet scoren, maar doet dat niet. Jong PSV wint van Jong Ajax. En dat is een hele terechte overwinning. 2-0 wordt het doelpunt gescoord in de eerste helft. Allebei door Marcel Rietsmaier en Sventi Alberto. PSV pakt er 3 puntjes bij. Komt op 37. En voor de rest is het niet handig om nog meer woorden vuil te maken aan deze wedstrijd.